deze nieuwe video. Vandaag wil ik jullie het tabblad Flows gaan laten zien. En als eerste gaan we beginnen bij Flows rechtsboven in het scherm of linksboven in het scherm. En dan krijgen we dit scherm te zien. En hier zie je alle mappen die je gemaakt hebt in Homey waar Flows in opgeslagen zijn. Wil je nou een aparte map zien, dan kan je op wasmachine tikken en dan krijg je alle flows te zien die met de wasmachine te maken hebben. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld intercom, dan kan je hier alles zien wat ik van de intercom heb. Wil ik nou alle mappen zien die in algemeen staan, dan klik ik op algemeen en dan krijg ik hier alle mappen te zien met alle flows die onder algemeen staan. Hoe maak ik nou een map? Dat doe ik door op het tandwieltje rechtsboven in de hoek te tikken. En vervolgens scroll ik helemaal naar beneden. En dan staat hier voeg een map toe. Daar klik je op. En dan kunnen we twee instellingen gaan invoeren. Als eerste de titel van de map. Ik noem deze map eventjes testmap. En dan daaronder kan ik bij map kan ik klikken. En dan kan ik een bovenliggende map gaan kiezen. Nou, al mijn bovenliggende mappen hebben van die streepjes. Dus als ik nu op algemeen klik, dan wordt dat de map als hoofdmap. Nu tik ik op het vinkje rechtsboven in de hoek. En daar wordt de map gemaakt en opgeslagen. Dus nu scrollen we eventjes naar boven en dan zien we hier testmap staan in de map algemeen. Nou, vind ik dit zo goed, dan kan ik op het vinkje rechtsboven in de hoek tikken. Wil ik toch nog wat veranderen, dan klik ik weer op de map of dan tik ik er weer op. En dan kan ik eventueel de titel verwijderen, ik kan de hoofdmap verwijderen, maar ik kan ook de hele map helemaal definitief verwijderen. Dat wil ik nu allemaal niet. Dus ik ga weer terug en ik tik op het vinkje rechtsboven in de hoek. En nu is de map ook definitief opgeslagen. Dan klik ik daarop en dan kan ik een flow gaan maken. En een flow maak je door op het kruisje rechtsboven in de hoek te tikken. En dan wordt de flow editor geopend. Nou is deze Android emulator niet zo heel snel. Dus het duurt meestal heel eventjes. Telefoon gaat dat wel wat sneller. Hier zien we de flow editor. En als eerste zien we de als kolom. En dan kunnen we op het nieuw kaartje klikken. Als je dat gedaan hebt, dan krijg je alle gebeurtenissen te zien die je in kan stellen in de als kolom. Je ziet alle apparaten hieronder staan. Je kan heen en weer swipen. En dan kan je zelf kiezen wat je wil instellen. Voor nu en vandaag wil ik het een beetje simpel houden. Dus ik doe eventjes datum en tijd. De tijd is... klik ik op de tijd. En dan stel ik een tijd in. En dan klik ik op oké. Als de tijd zo goed is, tik ik op het vinkje rechtsboven in de hoek. En dan sleep ik de N-kolom omhoog. Tik ik weer op nieuw kaartje. En dan kan ik een N-voorwaarde in gaan stellen. Dan kan ik ook weer naar beneden swipen. En dan kan ik een voorwaarde stellen. Even kijken. Alle alarmen zijn uit. Dan kan ik een type zeggen. En dan zeg ik bijvoorbeeld CO2-alarm, apparaat zone, ook nog instellen. En dan zeg ik bijvoorbeeld status, en die moet ik even veranderen, sensor. Dan tik ik op het vinkje als die goed is. En dan ga ik nog een kaartje toevoegen. En dan zeg ik bijvoorbeeld nog een keer apparaten.
alle apparaten zijn allemaal uit. Kan ik een apparaattype toevoegen. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen lampen in de zone. Woonkamer. En dan tik ik op het vinkje rechtsboven in de hoek. Wil ik nou een van de kaarten in een off-kaart zetten, dan tik ik erop. Hou ik hem ingedrukt en dan zie je onder de kaart zie je off komen. Als je dan nu de kaart naar beneden sleept, dan staat hij in de off kolom. Ik vind de off kaart en daaronder staat ook weer een off, dus je zou eventueel nog een extra off voorwaarde kunnen instellen. Voor nu wil ik dat niet, dus ik ga door naar de dan kolom. Sleep ik de dan kolom omhoog. En voeg ik daar weer een nieuw kaartje toe. En dan zeg ik, doe maar een notificatie. Maak een notificatie. En dan zeg ik, test melding. Als je deze notificatiekaart toevoegt, dan voeg je een notificatie toe op je tijdlijn op het homescherm. Dat is even belangrijk om erbij te melden. Tik ik op het vinkje rechtsboven in de hoek. En nu heb ik een flow gemaakt. Nou, ik zou hem meteen kunnen testen door hier op testen te tikken. Maar ik kan hem ook opslaan. Nu ga ik hem maar opslaan. En dan kan je een naam van de flow invullen. Ik noem hem voor nu eventjes test. En dan klik ik op opslaan. En dan moet ik hierheen gaan. Ja. Okay. Nu zie je dat ik een flow heb gemaakt die vier kaarten bevat. En ik zie hier een play buttonje. Als ik daarop klik, dan wordt de flow meteen direct uitgevoerd. En dan zou ik hem dus meteen kunnen starten. Klik ik nou weer op de flow. Dan krijg ik weer de flow editor en dan zou ik hem weer kunnen gaan bewerken. Dat wil ik nu niet. Ik ga nu op het tandwieltje rechtsboven in de hoek tikken en dan krijg ik de instellingen van de flow. Hier zou ik de naam en de map kunnen veranderen. Ik zou de flow kunnen in- of uitschakelen. Ik kan hem dupliceren of ik kan hem helemaal verwijderen. Ja. Ik vind deze flow wel eventjes goed zo. Dus nu staat hij in de testmap. Wil ik mijn andere flows zien, klik ik weer op testmap in dit geval. En dan klik ik op alles. En dan kom ik weer terug op het hoofdscherm dat je ziet als je de flow tab opent. Nou kunnen deze kaarten ook nog een beetje verschillen. Zoals je hier ziet. Is deze play button is grijs, die kan ik ook niet indrukken, gebeurt er niks. Het kan zijn dat er een flow of een tag niet goed is, waardoor die grijs wordt. Dus dat er een kaartje is die een tag bevat, die die niet ondersteunt. Of bij de agenda is het in dit geval de app die die niet ondersteunt. Dus deze flows kan ik niet gebruiken. Hier bij het brandalarm staat een kaart in de als-kolom. En hier van apparaat, een alarm ging aan, en het is brandalarm. Ja, dat kan ik nu niet handmatig starten. Dus vandaar dat deze play button grijs is. Zo heb je dus verschillende kaarten. Mocht er nou wat aan de hand zijn, omdat je bijvoorbeeld een apparaat hebt verwijderd en dat de flow gebroken is, dan komt hier een klein driehoekje te staan. Waaraan je kan zien dat er iets met die flow is en dat je er eventjes naar moet kijken. Dit is zowel een beetje de flow editor. Er zijn nog veel meer opties en dingen. Die ga ik misschien later in video's behandelen. Ik zou zeggen, probeer zelf een beetje te ontdekken en uit te zoeken hoe het werkt. Mocht je er niet uitkomen, dan kan je altijd een reactie onderlaten in de comments.
En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.